De vorige keer zag je hoe we mooie avonturen beleefden op Grenada. Dit keer gaat alles wat minder rooskleurig. Heidi en ik waren aan het eten bij een restaurant in St. George. Toen kreeg Heidi een mailtje van onze buren die op ons ankerplek naast liggen. Dat er iets met onze boot is. Hij is verstrikt geraakt, zeggen ze. Ik ben heel benieuwd wat er aan de hand is. Oké, we zijn terug op de boot. Helemaal doorweekt. Er is gelukkig geen schade. Maar we zijn zo dicht bij een andere boot. Het is gewoon echt eng. En als er geen mensen waren geweest, hadden we sowieso schade gehad. Door de wind en ons hekanker zijn we zo gedraaid dat wij tegen hem aankwamen. Tom probeert met de wijboot de boot van onze buurman weg te brengen. En dan kunnen wij het anker op gaan halen. En snel weg hier. De missie is geslaagd. We hebben opnieuw geankerd, iets verder weg van het rif. En alles zonder schade. Wel met heel veel hulp. Maar behalve wat waterschade binnen door de enorme regen, denk ik dat alles wel goed komt nu. Onze camera is dus kapot gegaan in de regen. Tom is buiten op internet op zoek naar camera's. Ik ga op de bank liggen, want ik ben ziek. Ik heb antibiotica, dus ik moet even rustig aan doen. We zijn aan het dockzitting op de boot van Sweet Dreams. Want zij wilden met het gezin naar de bioscoop. Dus we vroegen ons of wij op de honden willen passen. So welcome strangers on our boat. This is our boat. Ah, sorry Paco. Look how happy your dogs are. There's the princess Luna, hello. 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 There's the wife of the captain. And the captain and flip-flops. Buenos dias, señor. Hola. Wij zijn onderweg van de haven, van onze ankerplek, naar Hawk Island. En bij Hawk Island ligt SV Delos en we hebben even contact met ze gehad omdat onze camera kapot is en we mogen van hun een camera overnemen. Dat is super chill. We are on our way to Delos to get our camera. Yeah. We have a nice ride from Andrew. Hello. Hello. Hello John. Hello Heidi. He's our taxi today. Yeah. What can we give you for the camera you just gave us? You guys are welcome to have this camera. Use it, two conditions. Tonight you have to meet us at Nimrod's, yeah, and you have to buy us a round of beers. Number one. Number two condition is next time that somebody needs help, you just help them. That's the only other thing. So what do we think, Heidi? Yeah, man. Sort of. All right. Just living my life, like, you know. Ik ben ondertussen al 2 weken ziek. Oh. Dus we zien er niet helemaal uit. Maar ergens in mijn buik gaat iets niet helemaal goed. Vanavond begin ik aan mijn 3e antibiotica kuur. Morgenochtend moet ik naar het ziekenhuis en dan hoor ik wat er op manieren of in manier te zien is. Want ik heb een ultrasound gehad. Ondertussen ziet onze boot er zo uit. Die kloof je nou op buscopan. Omeprazol. Antiallergie. Antibiotica. Doos. Met pijnstilling. Diclofenac injectie. Antibiotica's. En dat allemaal omdat ik nierstenen heb. En ik heb dus een blaasontsteking gekregen. En de antibiotica werkte niet de eerste, dus ik zit nu aan mijn 3e kuur. En in het ziekenhuis heb ik dus 2 nierstenen ontdekt van 5 mm en 5,5. Geen leuke situatie als je in het buitenland zit. Dan kun je beter gewoon in Nederland zijn. Ik kreeg net een berichtje van Heidi dat ze een nachtje moet blijven in het ziekenhuis. Hey! Hello. It's a surprise you are here. What's happening? I didn't expect my husband to be here. Hij zegt, die nierstenen, daar kijken we naar, weet je, dat komt wel.
dat we gaan een CT-scan doen en kijken we wel. Omdat de infectie in mijn blaas niet overgaat en als we dat niet gingen aanpakken, dan kan het veel ernstiger worden. Dus het klopt ook niet dat ik 5 antibiotica had gehad. Can you tell it again? What's the problem? He has there's no kidney stones. How is this possible? No, because ultrasound is not an exact science. And what they're seeing is shadows, and they get a perception that there may be a stone in the kidney. CT IVP is by far the better way to do. Ik ben weer uit het ziekenhuis. Mijn herinneringen aan het ziekenhuis van het infuus. Ik mag eigenlijk niet in de zon, maar we gaan toch even naar het strand. De volgende keer zie je hoe we na een maand op Grenada eindelijk verder zeilen en richting onwijs blauw water en witte stranden gaan.